God. Allah, Yahweh, Krishna, Jezus, Bodhisattva, Vishnu. Wat is het nu? Wie is God? Een van de problemen met het verhaal van boven, het spreken van christenen over God, is dat er meerdere verhalen zijn. Ik kan je wel vertellen dat er maar één God is en dat deze God zich heeft laten zien in Jezus van Nazareth. Maar moslims ontkennen dat. Die zeggen dat je bij de profeet Mohammed moet zijn. En hindoes spreken over 33 miljoen goden. En boeddhisten spreken over geen één God. Kortom, er zijn zoveel goden als er mensen zijn. Net zoals spreken over absolute waarheid vandaag problematisch is, zo is het spreken over God problematisch. Dat komt omdat wij hier beneden geen feilloos perspectief op boven hebben en ook geen toegang tot boven hebben. Natuurlijk kunnen christenen zeggen dat zij God kennen, maar zeggen de moslims dat ook niet? Bewijs leveren voor jouw openbaring, als je het al van jou kunt noemen, is niet zo gemakkelijk. En het is gewoon zo, de uitspraak van christenen, de Heere zegt in zijn woord, staat lijnrecht tegenover het Allah sprak tot Mohammed. En dit is een realiteit waar we niet omheen kunnen. We zullen moeten accepteren dat er heel verschillend wordt gedacht hier beneden over wat daarboven is. Maar dit betekent niet dat we met stomheid geslagen zijn en de veelheid aan goden ons het spreken belet. Om te beginnen mogen we stellen dat niet alle goden naast elkaar kunnen bestaan. De verschillende godsdiensten sluiten elkaar in zekere zin uit. God kan niet tegelijk zowel de vader van Jezus zijn, in het christendom, als geen zoon hebben, in de islam. Krishna en Christus kunnen niet allebei tegelijk de Heer zijn. Dus komen we tot twee mogelijkheden. Eén godsdienst heeft gelijk, of geen één godsdienst heeft gelijk. Maar er is meer. Ons denken over godsdiensten is niet zomaar een spelletje. Het verhaal over Jezus is niet een optie of een hobby. Ongeacht de claims van andere godsdiensten weten christenen dat ze door de geest van God Christus hebben ontmoet en door hem verzoend zijn met God de Vader. Ons spreken over Jezus is niet optioneel, maar het is een opdracht. En dus mogen we nadenken en argumenteren, want niet alle godsbeelden zijn levensvatbaar. Niet elk verhaal over boven klopt met wat wij hier beneden al weten. Een belangrijke manier om erachter te komen welk verhaal het juiste is, is door te kijken naar welk verhaal het beste klopt met de wereld die wij al kennen. En welk verhaal de meest realistische antwoorden biedt op wat wij in het dagelijks leven tegenkomen. En het is juist daarom dat ik een christen ben. Wil je meer over het christelijk geloof weten door jezelf in de Bijbel te verdiepen? Maar heb je geen Bijbel? Ga dan naar www.vanbenedennaarboven.nl en vraag een gratis Nieuw Testament aan.